Het is te doen. Ah, maar ik had liever op mijn endurobike geweest. Hey, tof dat je kijkt. Dit is even een korte video, want ik ben een weekendje weg. Ja, en als het kan, gaat de mountainbike natuurlijk ook mee. Op Trail Forks zag ik dat er in de omgeving wat trails zouden moeten liggen. Dus ik ging gewapend met alleen een GoPro een ochtendje op avontuur. Omdat het allemaal geen officiële trails zijn, zal ik niet delen waar ik was. En blijft het dus een secret spot. Op naar de eerste klim. Zo'n 50 meter geklommen en je kan hier naar beneden. Dus dat is mooi. Ik ben wel op mijn hardtail. Beetje voorzichtig aan, denk ik. Wel zin in. Mooie dag. Let's go. Ik weet niet over, maar het is stijl, smal. Op zich best wel goede grip, dat is fijn. Ook al heb ik gewoon racebandjes eronder, Ralf en Ray. Maar voor de echte fun, liever een endurobike denk ik. Wel cool, coole lijntjes. En weer omhoog. Het is wel warm hoor. Trail Forks had ik één trail gevonden. Dat heb ik als eerst gereden. Maar als je op de trail rijdt, zie je echt overal aftakkingen. Je kan links naar beneden, rechts naar beneden, rechtdoor. Hier al, kom naar beneden. Je kan hier mooi met de bocht mee. Maar je kan ook rechtdoor. Ja, superleuk. Alleen, ja, nogmaals, op een hardtail ingeklikt. Is wel tricky, zeker als je alleen bent. Dus geen risico's vandaag. Ah, ik heb het overleefd. Dan gaan we weer door. Goed, dat was hem voor nu. De allerbeste tip is eigenlijk, neem gewoon je fiets mee.
Want je weet nooit wat je vindt op de plek waar je heen gaat. Vond je nou een leuke video? Geef dan een like. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je bij de volgende. Ciao.